Er is een nieuwe geheime locatie in Fortnite. En deze locatie kun je niet zomaar openmaken. Maar het is mij gelukt. Oeh, er zit een legendary chest. Maat, een legendary chest. Legendary. Oké, dit moeten we slim aanpakken. Legendary chest. Er zijn echt veel enemies, by the way. Oké, maakt niet uit. Legendary. Maat! Kom op. Dit moeten we goed aandoen. Zo. Splashes, dankjewel. Dan hebben we in ieder geval hier de HP. Thanks. Er is hier vast wel nog een chest, right? Ik weet niet wat dit is, dankjewel. Oh, dat is nice. Goed om te weten dat die daar spant. Dat is linksonder. Want je moet namelijk de 4 symbolen op de goede volgorde zetten. En de symbolen kan je op deze locatie vinden. Maakt niet uit, we pakken deze. Snel, goede SMG. Dan kijk ik naar je, maat. Surprise! Waarschijnlijk schrok je zich helemaal dood. Zit hij hier? Hij zit hier. Oh, wait. Go. Oh, maat. Zoveel enemies. Is hier een SMG? Nee. Dankjewel. Maar het is hier zo insane druk, hè. Dat is echt sick. SMG'tje er wel bij. Het is niet de goede SMG, maar sure. Dankjewel. Oh, een normale SMG. Dat is helemaal toppie. Thanks. Oké, we moeten natuurlijk die kluis openen. Of tenminste, ja, kluisgrot, hoe je het ook wil noemen. En daarvoor hebben we sowieso een goede shotgun nodig. Dankjewel. Maar we hebben echt zeker weten healing nodig. Hier ligt nog allemaal dingen. Oké, we weten... Dankjewel. Ik ben niet de enige hier zometeen. Ik weet dat deze volgens mij die is. Zo, we gaan hem gewoon gokken. Misschien heb je hem een keer goed, hè? Je weet het niet. Ik weet het niet. Oké, we moeten hem zo meteen checken. Uh-oh. Boven mij. Let's go. Oh, maat, dit is zo smerig, hè, hoe ik speel, maar dat maakt niet uit. Oh nee, hoezo word ik nou weer gebounteed? Oké, waar is die steen? Die is hier. Rechtsbovenin is dat blauwe tekentje. Oké, rechtsbovenin is blauw. Links onderin was ook blauw. Dan hebben we er al 2. Oh no. Waar is het hij nou weer? Wat is die andere? Je wil die andere weten. Wat is die ander? Damn it. Dat is dus oranje. Dus oké, dat is dus links onderin is oranje. Dit is echt een big F, maakt niet uit. Go. Gewoon gaan. Ik ben er niet. Waar is nou? Oh, ik ben zo confused, bro. Dus deze was alle 2 blauw. En juist. Let's go, bro. Let's go. Zo. Die pakken. Kan ik hier bouwen zo? Kapot slim. Oké, als je dus hem opent, dan moet je oppassen voor deze tegels. Want als je daar oploopt, dan gaan deze dingen af. Dus je moet er eigenlijk gewoon voor zorgen dat je er niet op staat. En dan ga je niet dood. Je kan die goud pakken. Dat gaan we zo meteen doen. Want dan komt er namelijk een heel groot rond ding. Dan rolt hij gewoon een enorm grote steen. Rolt dan zo door deze gang heen. En als je hem 1 keer aanraakt, ben je knijteraar dood. Maar buiten dat erg leuk is, heb je hier een klein dingetje waar je niks aan hebt. Maar aan de andere kant heb jij een... Nog een kamer waar je niks aan hebt. Maar er is hier wel wat. Als je namelijk door deze muur heen gaat, heb je hier 2 legendary chesten. Met echt, nou, op zich best goede loot, eerlijk gezegd. Maar dat is niet het enige. Ondanks nu de storm er wel al aankomt, is dat niet het enige. Want je kan namelijk voor deze deur gaan dansen. En dan gaat deze deur open. I mean, come on. Sixte wat Fortnite tot nu toe gedaan heeft. 100%. En dan heb je hier nog eens 2 guaranteed spawns van de chesten. Nou weet ik niet wat slim is om mee te nemen. Ik denk, doe het even zo. Dan heb ik 2 medkits. Prima. En wat je nu kan doen, is dit. Take it. Krijg jij maar liefst 250 gold. En dan moet je heel even wachten. En zo meteen valt er een of andere grote steen naar beneden. 3, 2, 1...
Waarom komt hij niet? Huh? Ik ben zo confused. Huh? Kan ik hier uit? Nee, dat kan niet. Oh nee, nu komt hij. Nu ben ik dood. Ik ben dood. Ik ben dood. Ik ben dood! Ik ben dood! Waarom ging hij dan alleen af? Zweetmodus geactiveerd. Oké, nog misschien heel eventjes niet. Heel eventjes wachten. Wij hebben hier linksbovenin oranje. Goed om te weten. Oranje is linksbovenin. Oh, ander is... Oh, rechtsboven is ook oranje. Twee keer oranje. AK'tje erbij, lekker. Nog een SMG. Twee keer oranje. Hebben we hier nog iets van shield liggen? Zou oprecht wel lekker zijn namelijk. Hier 30 HP. Prima. Dat is niet chill. Nice, zit er daar. Dat was twee keer geel. Wat is deze dan? Waar ligt deze ook alweer? Dus twee keer geel. Dan moeten we alleen of deze nog weten of die ander. Even hakken. Nou, je bent dood, dat weet je. Dankjewel. Dat was die ene guy trouwens, want hij had een kroontje. Nemen we die mee. En nemen we de minis mee. Toppie. Nemen we één mini in. Dus twee keer oranje en één keertje geel. Dus linksonder is geel. Geel en dan twee keer oranje. Dan zaten hier wel nog meer enemies. Let's go. Heel lekker. Neem me die wel even mee. Dus geel en dan twee keer oranje. Iemand heeft het al lopen proberen. Dat is niet de goede volgorde. Het was wel close. Kijk, hoppa. Nice. Het was drie keer oranje zelfs. Lekker. Nou, hopen dat we hier ook een beetje fatsoenlijke loot uit kunnen krijgen. Maar we gaan ons best doen. Hier er weer doorheen. Dan gaan we hier weer doorheen. Twee guaranteed legendary chesten. Met een... Ik ga hem gewoon meenemen, maakt niet uit. En... Oh, serieus. Oké, nou doen we nog even een mooi dansje. Hopelijk krijgen we een big shield. Dat lijkt me erg chill. Of een andere... Ja, kijk, lekker. Lekker, 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 lekker. Ik heb nu namelijk toch nog helemaal geen aug of zo. Dus dan kan ik beter deze even meenemen. En dan mogen we nu weer gaan rennen. Want voor de rest ligt hier namelijk helemaal geen... Wait, wait, wait. No way, gast. What? Deze campspot! Wat? Wat? Oké, dat is echt enorm sneaky. Maar sure. Oké, zijn we ready? 3, 2, 1, go! Go, 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 go! Moet snel zijn. Oh no. Oh no. Oh no. Oh, ik was bijna dood, gast. Yo. Dat is trouwens ook even een goede tip voor als je hier alles dus wil openmaken. Is ga niet proberen te focussen op de kills. Maar probeer te focussen op de stenen. Van ga eerst een volgorde af. Dus begin linksbovenin. Ga dan rechts checken. En dan check je links onderin. En zo kan je dan hem openen. Zonder dat je te veel in chaos komt. Zou dit werken? Nee dus. Oké. Charge SMG! Hey! Nice. Charge SMG is echt goed. Ik wil het eigenlijk niet zeggen. Maar ik denk toch echt dat hij wel goed is. Oh, wat mats, maat. Had mats voor deze. Oh, ik word getarget. Oké, prima, prima. Kom maar hierheen als je durft. Dat durf je toch niet. Oké, zeg dat maar niet te hard, Rick. Even afkloppen. Dat is hem, dat is hem. Dat is hem niet. Oké, de ding is niet zo heel goed op afstand. Yo, de ding is... Wow, what? Wait, what, maat? Er komt nog iemand trouwens, maar... Oké. Sure. Ga ik hem hiervoor poppen? Ja. Zo. Oké, maar hij gaat sowieso toch niet pushen nu. Oh, mijn bounty is weg. Uh-oh. Komt ie? Oh, thanks. Ik kan hier gewoon alles pakken dus. Die ook. Komt ie. Hey!
Wat, wat geen idee. Deze jongen dacht echt van... Huh? Waar kom jij vandaan? Oké, laten we wel meteen doorlopen. Want als het goed is, zit die andere guy er nog wel. Gaan we dan even vanuit. Ik weet het niet zeker. Ik heb wel even geswitcht van SMG. Ik moet best wel een eindje lopen. Dus ik moet een beetje tempo maken. Maar de vraag is, waar zit die andere enemy? Want die is er namelijk wel. Dat is 100% zeker. Of hij is hem echt eerder gedipt. Dat hij dacht van, nou, laat ik naar de safe zone gaan. Er zijn nog maar 10 andere enemies over. Oh, daar. Lucky bastard, maat. Ik heb ook helemaal geen AR. Dat dacht ik eventjes. Gaan we hem een beetje pushen? Ik denk het wel, hè. Misschien zit iemand hier. Ik weet het niet. Nee. Moet je opletten. Dit wordt echt een slimme play. Dit wordt echt een slimme play. Oké, misschien iets minder. Wat? Hij is gewoon weg. Huh? Wat? Wat de heck, maat? Ik weet niet, het lekt ook een beetje of zo. Ik weet niet. Ik weet niet wat het is, maar het voelt niet helemaal soepeltjes of zo. Ik weet niet. Ik heb nu wel weer HP nodig. Ik heb ook echt geen idee waar ik net gewoon vandaan werd geschoten. Dat was echt weird. Ik ben, ik zie niemand. Oh, wait. Daar? Helemaal daar? Really? What the heck? Ik zat echt helemaal daar. Yes, 180. Oh, mooi man, mooi. Mooi, ik kan hem alleen voor de rest niet hitten hier. Maar maakt niet uit, 180. Hij is vast bang geworden. Wat is dit, joh? Oké, okay, en nog shockwaves. Die wil ik wel heel graag meepakken. Maar laten we even eerlijk zijn. We weten allemaal dat er sowieso iemand in het bosje zit hier links. Maar dit vind ik dus niet chill. Want je voelt het gewoon aankomen, toch? Je voelt het. Jij bent echt vervelend. Oké, okay, er zit niemand in de bosjes. Wojo. Oh, daar. Wojo, wait. Misschien sneaky kill. Oh, jammer, Rick. Jammer. Iemand schiet het allemaal weg. Oh, dat was een hit, jongen, Rick. Zijn dit de laatste drie? Nee, dat zijn er twee. Wat de heck? Die zag ik niet aankomen, jongen. Ik dacht niet dat hij dat ging doen. Ik dacht dat hij echt weg ging. Maar dat ging hij niet. Oké, let op. Hij komt hierheen. Hallo. Oh, Rick, come on, bro. Die had je moeten hebben. Oké. Okay. Wat de heck? Komt ie? Prima. Jammer, maat. Oké, nog drie enemies over, though. Drie. Liggen daar wel shockwaves nog? Die wel nog. Hij zit daar. Zo. Ik wil heel graag die shockwaves hebben, maar ik weet niet hoeveel te zijn. Als er eentje is, is het echt zonde. Damn it, ouwe. Wat? Boyo. Reload. Uh-oh. Nee! Wat heck? Wat heck? Wat gebeurt hier allemaal, maat? Ik heb nog wel shockwaves. Hij niet. Sowieso niet meer.
Zijn we ready? We moeten namelijk gaan nu. 3, 2, 1. Oh bro, ik had hem daar moeten hebben eigenlijk. Maakt niet uit, go. No scope. Oh, dat red ik niet. Nice. Dit is zo poep, hè. Dit is echt een arena lobby, jongen. Dit is insane. Je wilt eigenlijk dat ding hebben, maar dat red je niet. Er zijn nog 3 zweters over. Exclusief mezelf. Oké. Okay. Maakt niet uit. Ik hoor je nog iemand. I mean, waar hoor je niet iemand op dit moment? Ik wil meer HP hebben, maar dat kan niet meer. Moet iemand killen zometeen anders. Zit iemand hier? Nee, hè? Wat? Waar is hij? Wat? Wat doe je, Rick? Wat? Ik ben dood. GG dood, GG. Dat was echt dom. Reload. Op. Hij wint hem, GG do. Reload. Wat? Oh nee! Oh no way. Hij had nooit 99 GP. Dat geloof ik niet. Maar sure. Zo jammer dat ik die shockwave daar gebruik. Anders had ik hem misschien wel kunnen winnen. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. En tot morgen bij een nieuwe video. Ciao.